Mark Rutte heeft zondag in de hal van de Tweede Kamer in Den Haag een krans neergelegd bij de erelijst van gevallenen. De premier deed dat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij waren vertegenwoordigers uit de Eerste en de Tweede Kamer aanwezig. Een leerling van het Haagse Johan de Witt College droeg een gedicht voor. Automobilisten moeten de komende weken in rekening houden met grote veranderingen op de A4 ter hoogte van Zoeterwoude. Daar gaat de verbreding van de A4 de laatste fase in. De belangrijkste verandering is dat er hoofdrijbanen en parallelrijbanen komen. Het verkeer komend vanaf Den Haag, dat richting Zoeterwoude of Alphen aan de Rijn gaat, moet dan op tijd voorsorteren op de parallelrijbaan. Een dronken man heeft zaterdagavond geprobeerd om met zijn auto een café op de Haagse Hobbemastraat binnen te rijden. Volgens getuigen had de man ruzie gekregen en wilde hij daarna op het café inrijden. De man is aangehouden voor poging tot doodslag. Het Kyocera Stadion is vanaf nu het domein van hockeyers. Op 31 mei begint daar het WK hockey. Met een partijtje latjes schieten is het stadion zondagmiddag officieel overgedragen. Een aantal spelers van ADO Den Haag en 3 hockey internationals waren zondag bij de overdracht van het stadion aanwezig. Omroep West zendt alle wedstrijden van het WK live uit.